Ik ga hier wel vaker geweest, ja, en ik ken het project Holwert aan Zee heel goed. Nou, en de Sense of Place natuurlijk van Joop Mulder, dat is fantastisch. Je bent er heel enthousiast over, Jarek. Ja, absoluut. Ja, ben ik ook. Je bent een stel geweldige mensen beer aan de slag en die presteren een hele soort. Dat vind ik helemaal geweldig. Ik ben altijd hartstikke nieuwsgierig dat ik hier kom. De werkgroep en mij haar een hele grote orenmeisje die zal van een jongen op het toneel staan. En het had altijd weer, elke keer had het weer verrassings. Wij Biffenzeils, wij willen wel constant bijpraat. Dus sommige dingen zullen wel bekend wezen. Maar wij komen echt voor de sfeer en het enthousiasme dat ik elke keer weer in de zeel ontsteer. Dus het wordt gewoon weer een hartstikke mooie jongen. Ik weet wel dat het project net zo trok in kennis had zijn eerste instantie tocht in, maar dat is natuurlijk ook net slim. Je kan ook best onderdelen realiseren en dan zien dat je uiteindelijk een totaalplaatje krijgt. Dat is meestal de goede werkwijze. En Holwert aan Zee, dat is al lang los. En de krutte verwachtingen die we ervan hebben, dat krijgt een gestalte in een nog na te bepaald tempo. Maar Holwert aan Zee is net meer voor te denken. We hebben in 2016 voor het leiders die west. En toen dachten wij een goede jongen gewoon, realistisch verteld, waar stonden wij. Maar we kregen al heel snel de nieuwe reactie in het dorp van Holwert aan Zee gaat net met terug. En toen dachten wij, hoe zijn het met terug? Want we hebben het verteld, er ben nog kansen, er ben kapel kansen, maar we maken wel terug. Maar het hele dorp dacht, oké, spieren werkt het net en dus gaat Holwert aan Zee net terug. Dat wist ze net, maar dat hebben wij dus net goed uitgelegd. En we hebben proberen van de jongen weer degelijk de deel te zetten. Ja, dat gat in de dijk is prioriteit bloot het. Daar gaan we voor. En die kans is realistisch, want het lijkt van griep, hebben wij het gevoel. Maar nu maar even terug zetten. Dus er komen hele belangrijke momenten. In verkiezingen en het nieuwe kabinet en de koppeling hier met de regio. Er is een soort voorwerk die in, net wel in het Ruus, maar door die hele regio. Ja, nu maar we zien kappen, want we hebben de gunning, vielen we. Alle keer dat er wat is, zeg maar nice over Holwert aan Zee, dan ben je er wel eens keer naar. Ik bedoel maar dat is wat nice en ja, een kremdorp. Je weet het al jezelf al in het dorp om je heen. De squalen weer op, de winkels gaan dicht. Nou ja, en toen de eerste keer dat ik het jaren doe, dacht ik van, oh ja, al je weer luchtkasteel. Maar als ik dat je met wat voor fanatisme deze man dat ompakken, dan denk ik van ja, er is toch nog wel een komische slagje, denk ik. Alhoewel de laatste keer in december ben je hier toch, he, maar dat spuigat en zo. Je toch een beetje negatief wijgingen. En dat jaren is het in het dwarpakken praten. Maar nu op dit moment, dat ik dan weet wat er al hier gebeurd is in 2017 en wat de plan ben in 2018, dan denk ik van ja, ik vind het krap van die man dat ze. Het wordt je net meer dwan, ken ze net. Het is trotsheid. Wat we denken, dat had die man ook peken zijn. Het is een speeltje van, als je echt iets wollen, dan komt er altijd wat uit. Het zal het bovenste net wijzen, maar er zal altijd wat van oorbeel, denk ik. Kist ik een heel grote mensen ook nog bereiken die het nog een beetje sceptisch dat je nog steeds? Ja, nou, wij komen graag maar eens in contact. Mijn familie zit weg in Den Haag, dus zijn ze de vraag terecht, wie ben al je zin? Ik zei, die heeft zich nog niet meld. Dat zou altijd meestal zien wezen. Wat is voor de regio ook een beetje de laatste kans. Hè? Je bent al 20 jaar plan maken. Er is nooit wat gebeurd. Dit luidt binnen Hoornbeek. Dus die regio had echt wat, ja, jouw gebied op. En dan zit iedereen ook maar hun eigen huis wat in waarde daalt. Dus dit is de enige mogelijkheid om die regio weer op te poetsen. Zat het ooit weer dat wij belangrijk zijn. En dat we weer weg. Dat vielen mensen wel. Het gaat terug. Het giet op een bepaalde manier giet het terug. En daar wordt nog flink over nijtocht. Maar wij verwachten echt dat net in al te lange termijn dat de eerste contouren van misschien een onpasplan dat die er lissen. En dan hoop ik dat we met die eerste fase echt loskennen. Dat is u dadelijk Holwert aan Zee, maar u praat wel over de regio. Ja, hier is de Ierpenverbinding en hier verbinden wij met Dokkum aan Zee, Lauwersoog en de Zuid-Ierleider al. Dit is nodig om het hele noord eerst onder het water te lezen. Die heeft die verbinding met het water nodig. En wij lezen dan toevallig ons zee, maar die pier. Dat maakt het dat je kent. Ik ben zeer geïnteresseerd in dit het gebeuren. Ik ben hier zelf ondernemer en ja, dan een stukje betrokken. Die moet er zeker worden. Als ondernemers zijn er haast dan direct de meidje als ze met de toekomstplan?
Nou, dat weet ik niet. Ik kom ook op een bepaalde leeftijd, 2024. Ja, dan ben ik ook iets interessanter geworden. Dus dan, maar mijn opvallen is misschien wel. Beste de vorige keer ook best? Ja. Had je nog van jongens meer jet als de vorige keer? Ja, de vorige keer. Nu ziet ze alles even wat vers, zeg ik. Dat duwt er ook wel aan, Marco. Nu ziet ze alles op een dicht spoor, zie je hoopt. Maar die spoelingen, dat goed komt zo en dat je wel wat negatief. Nou, daar ben ze nou wel weer op insprong, zeg ik. En dan hebben we het over de plan daarin. Dat had te krijgen met geld, maar het had ook te krijgen met de diektrobraak die het oorspronkelijk won. En de vaargeul naar Ameland, dat is een heel ingewikkelde kwestie. En dat rijden je net zomaar even niet in twee rijden. Maar inderdaad, geld speelt het ook een rol, want het kost het nogal wat. En dan moet je het combineren kennen met andere dingen. Zodat je geld maar geld maakt je kennen. Het gaat altijd om centen. Hè? Wat voor project je ik ha. Als het nog iets is of groot, het gaat altijd om centen. Hè? En ja, en wij met die wij komen. We hebben zelf een oud minister die zich opheft van ja, ik ben informeel informateur. Ik voel dat het van het griep me leidt. Ik hei van dit zou best nog wel eens kennen. Ik werp me op om dus de koppeling te lezen. Want je praat maar terug, maar je kan net nog twee jaar lang erop praten. Nou moet er wat gebeuren. Dus er zijn een hele soort partijen die het wel mooi werken. Meesken. In december hebben we het er helemaal net door gehoord. En nu is het toch iets van ja, nu hebben we het eigenlijk al over vliegveld. Maar ja, dat vind ik niet eens zo belangrijk. Als je nou met de boot allemaal gewoon met het vliegtuig. Of wie in te rennen wat lopen. Dat moet ook een beetje handhaven blijven. He? Want dat is echt iets cultuur. He? Wat trainen dat je het behoven en bij de hele Waddenkust, zeg maar. Nou, in het project al vanuit 2013 volgens mij. Hoe kist die energie en die motivatie al weer opbrengen? Nou, de studenten helpen daar heel erg bij. Als een zaal enthousiast is en goed reageert, maken het dat wij weer trots zetten kennen. Maar elk gesprek, en ik ben net altijd gesprekken dat je daar weer bij komen. Maar er komen altijd weer motivatie uit de gesprekken die wij plegen. En dat er weer komen ze binnen, dat het steeds elke keer weer wat realistischer wordt. En dat maakt dat je trots eraan blijft. Sjoste doet eigenlijk dat het wel realiseerd wordt. Nou, ik denk zelf meer dat het in fasen realiseerd wordt. Alles zal net trokken, maar ik denk wel dat ze bepaalde dingen wel, zat ik hier, dat we wel wat trokken in kennen. Je praat een beetje op dezelfde manier als Marco van Beek, je had er al vertrouwen in volgens mij. Ja, als ik een verhaal zei, dan maak je er ook wel vertrouwen in. Ha, hè? Ik bedoel, maar je mag positief blijven, want anders dan, maar negativiteit kom je er eigenlijk net. He? Je mag positief blijven en, dan is het maar correct, 2024, maar of zult ik 2030 wijzen, dan ben mijn paken zeiden die zeiden van, nou, dat hebben ze vroeger toch knap gedaan. Wanneer je die schep in de grond? Ja, nou, ik ga zoiets van 2024, dan moeten we kleren weer, dan moeten we te lezen, roepen we al vanaf het begin. Op planning lezen we nog steeds op koers. Sterker dan misschien ben ik wel jij de kleren. Dus ja, 24 is je klaar. Dat zou betekenen dat de VNOF in 2019 aanwezig was, maar het dik erop brengt? Absoluut. Ja, maar in jongetje breken we dan net, ja. Verrassend detail.